Omdat de verkeersdruk in Lente hoog wordt, komt er in 2002 een plan om verkeer van en naar Bemmel langs Lent te leiden. De aanleg zou echter pas in 2016 moeten plaatsvinden. Buurtbewoners dragen een voorstel aan dat uitgaat van een verbinding van de Ovatonde op de N325 met de Sansestraat in de buurt van de Pas. Zo wordt het verkeer boven Lent langs geleid. Coalitiepartij GroenLinks dreigt uit het college te stappen als dit plan wordt aangenomen. Een alternatieve oplossing van wegverbreding en een parallelweg wordt aangenomen, maar niet uitgevoerd. Onder druk van de gemeente Lingewaard wordt de dorpensingel Oost opnieuw overwogen. Er blijkt echter een gat van ruim 2 miljoen euro in de financiering. 2011. Op 6 juli besluit de Nijmeegse gemeenteraad dat de dorpensingel Oost er komt. In de hierop volgende jaren wordt gesteggeld over wat er moet veranderen aan de verkeerssituatie op de Vossenpeltsestraat, wat een sluiproute zou kunnen zijn. 2014. De gemeenten Nijmegen en Lingewaard botsen over de komst van detailhandel in de buurt van Ressen. De gemeente Lingewaard zegt de stekker uit het plan voor de aanleg van de dorpensingel Oost te trekken als Nijmegen detailhandel toelaat. 2016. D66 en de wijkraad Lent eisen de aanleg van de dorpensingel Oost. Een VVD-statenlid geeft aan dat er wel degelijk mogelijkheden zijn voor een bijdrage vanuit de provincie Gelderland. Ja, de dorpensingel moet er komen. Het belangrijkste is dat we in Nijmegen-Noord een heel nieuw stadsdeel bouwen. En daar hoort een verkeersstructuur bij. En we hebben die prachtige Ovatonde daar gebouwd al jaren geleden. En daar horen twee aftakkingen bij, de dorpensingel West en Oost. En die dorpsingel Oost moet ook gebouwd worden. Lent, daar wonen ondertussen duizenden mensen. En er gaat verkeer vanuit Bemmel naar Nijmegen via dat gebied. Maar ondertussen is dat gewoon een woonwijk geworden. Dus ja, dat sluipverkeer, dat moet je tegengaan. En er is ook vroeg over nagedacht. Juist via die dorpsingel Oost kon het verkeer prachtig afgewikkeld worden via de Overtonde naar de Prins Mauritsingel, de A325. En dat heeft de gemeenteraad ook al eerder gezegd. Hè? Ik bedoel, het is al lang geleden besloten dat die verkeersstructuur zo zou worden. En nog in 2011, dat is ja, 5 jaar geleden, heeft de raad besloten om die dorpensingel Oost te gaan aanleggen. En ja, wat je zegt moet je ook doen. Het college zegt dat er financiële problemen zijn. De kosten zijn te overzien en Nijmegen heeft flink wat geld gereserveerd. En er is nog een klein gat in de begroting. Maar dat moet op te lossen zijn met enig fantasie. Ik ben heel blij dat de provincie ook heeft, tenminste de signalen krijgt, de provincie wil meebetalen. Dus zeg maar, waar een willens is een weg. En het zou moeten kunnen lukken om dat kleine financiële probleem op te lossen. Het gat is ongeveer 2,2 miljoen, 1,8 miljoen, ik weet niet precies. En de totale signaal kost iets van 11 miljoen. Dat zijn flinke bedragen, maar ja, het gaat hier om een heel stadsdeel. Waarin, met een begroting van honderden miljoenen. Als je mensen ergens laat wonen, woningen bouwt, dan moet je ook zorgen dat er een fatsoenlijke wegeninfrastructuur is. Met D66 vinden wij dat die dorpensingel Oost er moet komen. En het college is bezig met een alternatief. Nou, dat kan. Je kunt kijken naar het alternatief. Maar wij hebben weinig hoop op het alternatief, want dat zou dwars door Ressen gaan, door het dorp Ressen. Dus die dorpsingel Oost is wat ons betreft echt de beste alternatief. We zijn denk ik zelfs heel erg laat. Dit is een voorstel uit 2011. En we zitten inmiddels zeg maar halverwege 2016. Dus ik denk we zijn ruim 5 jaar te laat, zou ik zeggen. Ik denk dat die echt broodnodig is voor de bereikbaarheid van deze regio. En voor de veiligheid van de bewoners en bezoekers hier. Nou, het college noemt meerdere oplossingen, maar wij denken dat, of wij weten zeker dat de dorpsingel de beste oplossing is. Onze verwachting is dat die wordt aangenomen en dat is ook onze hoop, mede omdat wij hem samen met andere partijen gaan indienen. Tot nu toe waren ze ons altijd goed gezind, dus laten we hopen dat dat nog steeds zo is. We hebben echt zeer intensief contact met de verschillende wijkraden hier in Gent en wij werken heel goed met ze samen. En ook gezamenlijk met hen werken we ook aan deze motie om de dorpsingel te gaan realiseren. Omdat ik vind dat Lent geen doorgang moet worden voor verkeer als sluiproute. Ja, er wordt al vrij hard gereden hier in het dorp. En als er nog meer verkeer bij komt, wordt de situatie alleen maar onveilig. Het belangrijkste is dat Lent en omgeving bereikbaar is en ook veilig is. En daarvoor is het dorpsingel, zowel namens de bewoners als namens D66, echt hoog noodzakelijk.